Vandaag is een spannende dag. Ik kan doen alsof het me niks boeit, maar tuurlijk boeit het me wel wat. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. We gaan weer een nieuwe week in. En deze week gaat vooral bestaan uit... Ja, nog de laatste dingetjes voor school doen. En ik ben nu eigenlijk bijna klaar met alles voor school. En ik vind dat zo fijn. Ik kan niet met woorden omschrijven hoe fijn ik dat vind. Want ik zat nu de hele tijd, eigenlijk al deze weken tot nu toe in deze quarantaine, had ik elke keer nog wel zoiets van, ah, maar ik moet dit echt nog doen en ik moet dit echt nog doen. En daardoor was ontspannen gewoon best wel lastig. Nu heb ik het idee dat ik dat echt kan gaan doen. En dat ik me ook weer meer kan focussen op de dingen van school die ik wil doen. Nou, het is vandaag maandag. En deze hele week wordt het een beetje rot weer. Volgens mij wordt dit weekend alleen weer mooi. Dus ik zal veel binnen zitten deze week. Wat ik eigenlijk best wel jammer vind. Maar ik ga nu eigenlijk voor het eerst in deze, sowieso in deze quarantaine. Maar eigenlijk ook echt bijna van de eerste keren in mijn leven. Ga ik yoga doen. Want ik heb al een tijdje best wel last van mijn rug. Nou ja, een tijdje. Daarmee bedoel ik ongeveer nu een weekje of zo. En ik heb het idee dat mijn matras niet zo heel erg goed is hier. Want ik word eigenlijk elke ochtend wel met pijntjes wakker. Dus ik dacht, misschien is het goed als ik even yoga ga doen. Om eventjes mijn lichaam volledig los te maken en te stretchen. En buiten dat is het natuurlijk ook heel ontspannend. Oké, let's do it. Breathing into the lower back. Inhale. Exhale. Slowly from here. Inhale. Open. Exhale. Round in the spine. In the upper back. Stretch out the shoulders. And then bring the elbows down. Transitioning into your baby cobra. Allow the hips to come forward. Hold in this posture. Engaging your abdominals. Drawing the navel into the spine. Your left arm reaches up, stacking your feet, or if you like to modify, bending the bottom knee into the ground. Three, it's almost like a downward dog, except we're staying on our elbows. Lift up and plank. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben alweer een tijdje klaar hoor met yoga, maar ik moet echt eerlijk toegeven dat ik het echt zwaarder vond dan ik dacht. Ik dacht yoga is echt alleen maar een beetje stretchen, een beetje chillen. Maar nee, er zit ook nog wel een deel gewoon workout bij. En dat vind ik eigenlijk wel heel chill. Het is wel een fijne combi. Ja, kijk, ik ga nu iets zeggen en dat is eigenlijk heel stom. Ik workout wel omdat ik graag calorieën wil verliezen. Als ik dit doe, heb ik niet het idee dat ik per se nou echt vet aan het verbranden ben. En dat is wel een reden waarom ik dit niet zo vaak doe. Want eigenlijk vind ik dit 100 keer chiller dan gewoon een workout doen. Het voelt gewoon een beetje nutteloos. Terwijl ik weet dat het niet nutteloos is, want het is ook voor mijn stretch en voor alles juist weer heel erg goed. Maar daardoor kan ik me niet helemaal committen aan het yoga. Maar ja, er moet toch ook wel yoga bestaan waar je ook wel echt vet verbrandt. Ik ga dat eens opzoeken. Vast wel. Dan is het waarschijnlijk weer een combi tussen meer cardio en stretch. Ik ga het eens opzoeken. Nou, ik heb het even opgezocht, maar dat is er natuurlijk wel. Dat dacht ik al. Maar als mensen van jullie tips hebben van, ja, dit vind ik hele fijne yoga... En ik heb ook het idee dat ik daar dan wel vet mee verbrand. Let me know, want dan wil ik het graag proberen. Hola, ik zit weer op dezelfde plek als ik de weekvlog gisteren begon. Maar ik heb gisteren bijna niks meer gevlogd. Ik was nog wel van plan om dingen te vloggen. Maar ik ging naar het kantoor van mijn vader om daar te studeren. En mijn vader was er ook, dus ja, dat ging niet echt. Vandaag had ik hele andere dingen bedacht om te gaan doen. Ik had bedacht om mijn weekvlog te editen. Ik had bedacht om te zingen voor school en dingen te studeren. Maar ik besloot vandaag om kleding te gaan verkopen op Instagram. Dus ik ben eigenlijk bijna de hele middag bezig geweest met die kleding aanpassen en foto's maken. En het nu op Instagram zetten. En ja, ik heb wel een paar dingetjes verkocht, dus dat is wel leuk. Het account waar ik de kleding op verkoop heet @kledingvanpam. En ik denk dat ik dat account ook gewoon hou. Want ik denk dat er wel vaker gaat gebeuren dat ik denk ik ga even iets verkopen. Want het is eigenlijk gewoon heel chill. En ik wilde het eerst niet doen. Ik wilde eerst mijn kleding gewoon naar de kringloop brengen. Maar toen dacht ik, ja, waarom zou ik het eigenlijk niet verkopen? Want wie weet dat ik er andere mensen nog wel blij mee kan maken. Ik vind het wel altijd een heel gedoe. Omdat je dan al die pakketjes moet gaan versturen. Maar goed. Ik hoop dat ik gewoon
nu zo snel mogelijk achter elkaar heel veel verkoop. Zodat ik gewoon in één keer alles up op de pops kan doen. Dus ja. Ja, en nu moet ik dus alsnog mijn weekvlog gaan editen. En daar heb ik dus echt op dit moment geen zin meer in. Maar ja. Anders weet ik het wel weer. Dan moet ik morgen weer de hele dag strijden. En ik kan beter nu even de basisdingetjes doen en dan morgen afmaken. Vandaag is een spannende dag. Ik heb vandaag mijn eerste zangles van onze hoofdvakdocent op school. Die krijg je pas in je derde jaar. Ik zit nog in mijn tweede jaar, maar we krijgen vandaag onze eerste zangles online. Ik vind het echt heel spannend. Het is sowieso altijd spannend, een nieuwe docent. Het is toch altijd anders. Je werkt altijd anders. Ik weet niet, ik vind het super spannend. Ik ben gewoon echt zenuwachtig. Het voelt net alsof ik auditie ga doen. Het is echt de onzin. Het is echt de grootste onzin ever. Want ik ga geen auditie doen, want ik ga zangles krijgen van deze man. En het erge is, het is nu 1:15. En ik heb mijn zangles pas om 2:45. Ik probeer heel erg om gewoon rustig te blijven. Want het slaat helemaal nergens op dat ik hierover aan het stressen ben. Maar ik dacht, ik leg het vast. Ik vereeuwig dit op YouTube. Want ja, dit is een bijzonder moment in je schoolcarrière. Oké, jullie denken waarschijnlijk echt, wat ben je nou overdreven aan het praten? Maar de mensen die bij mij op school zitten, die snappen dit. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En het is tijd dat ik weer een keertje een workoutje ga doen. So, I'm ready to do that. Ik ben echt even van plan om eventjes een half uur. Even go, go, go. Gewoon ook even niet opgeven. Gewoon even ervoor gaan. Hup, hup. Ik ga eerst eventjes met jullie kletsen nog. Zo, ik zet jullie eventjes op mijn favoriete plekje voor het raam. Maar ik heb gisteren natuurlijk helemaal niks meer laten weten in de vlog over mijn zangles en zo. Dus ik dacht, ik ga dat eerst even doen voordat ik het weer vergeet. Want ja, ik was gisteren helemaal aan het vertellen hoe spannend ik het vond. En dan is het een beetje stom als ik er verder niks meer over vertel. Ik heb gisteren dus mijn eerste zangles gehad bij onze hoofdvakdocent. Het was echt heel erg leuk. Die spanning was natuurlijk helemaal voor niks. Maar ja, dat wist ik ook wel. Maar het is altijd spannend om met een nieuwe docent te werken. Want elke docent is anders en elke docent wil iets anders van je. Dus dat was gewoon even spannend. Maar het was echt super leuk, dat meen ik echt. Ja, wel heel anders en veel specifieker op bepaalde dingen. Maar dat is wel echt heel goed. En ik denk dat ik echt super veel ga leren bij hem. Maar het was in ieder geval echt super leuk. Maar ik was daarna ook echt super moe, omdat ik zo gespannen was de hele dag. Ja, ik was echt heel moe. Dus ik heb gewoon echt niet meer over nagedacht om de camera erbij te pakken. Maar goed, ik ga nu even mijn workout doen. Ik ga het niet filmen, want ik raak altijd afgeleid als ik ga filmen. Zo, we zijn inmiddels weer een paar uurtjes verder. En ik zit lekker op de bank. En ik ben lekker eventjes wat dingetjes voor school aan het doen. Of nou ja, eigenlijk niet echt voor school, maar gewoon wat zangdingetjes. Ik heb vandaag ook echt heel weinig weer gedaan. Maar ik vind eigenlijk helemaal... Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel weinig gedaan. Oh, realisatiemoment. Ik heb even gewerkt aan mijn eigen nummer. Waar ik nog niet helemaal tevreden over ben, maar ga ik later wel weer aan verder. Ik heb wat DIY dingetjes gedaan met kleding. Ik zal het even laten zien, dat is misschien wel leuk. Ik had dus laatst, hij is een beetje vies, sorry. Had ik dit vestje gemaakt. Ik heb hem gewoon gecropped, waardoor die ja, net even wat leuker is. Want dit zijn gewoon van die, ja, van die lelijke typische oma vestjes. Ja, de laatste tijd vind ik zal even voorbeelden laten zien. Deze trend, dus heel erg leuk. En toen ging ik dus online kijken voor die kleding en toen... Zag ik dus dat het allemaal echt enorm duur is. En ik dacht echt, het is gewoon letterlijk een saai vestje eigenlijk. En toen ging ik dus even bij mijn moeder in de kast kijken. Mijn moeder die droeg vroeger dus altijd die vestjes, dat wist ik. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat ze alles al weg had gedaan. Maar toen zei mijn moeder, nee joh, ik heb nog een hele bak vol met van die vestjes. Dus ik was helemaal blij. Ik heb eigenlijk alleen maar gecropped uiteindelijk. Ik heb deze bijvoorbeeld ook korter gemaakt. Dan wordt het gewoon net even wat leuker van. En ik vind deze dus heel leuk. Door die roze knoopjes. Ik word er echt heel blij van. Ik wilde deze eerst met korte mouwen maken. Maar ik ben er nog niet over uit. Want ik vind lange mouwen dus ook wel heel erg leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk dat je die knoopjes natuurlijk open kan doen waar je ze wil. Dicht kan doen waar je ze wil. Ja, ik vind het gewoon een leuk stijltje. De laatste die ik heb. En daar heb ik dus niks mee gedaan. Oh, daar heb ik niks mee gedaan. Maar goed, ik laat hem wel gewoon zien. Ik wilde deze dus eerst ook croppen. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Want ik had hem aan en ik vond het eigenlijk wel cute dat hij gewoon nog lang was. Dat is deze. Ik vind deze kleur heel leuk. Het is een beetje groenig met allemaal stippeltjes erop. Maar deze heb ik dus gewoon normaal gelaten. En ik heb hier ook nog mijn bleekbroek op de grond liggen. En die moet ik namelijk even nog een keertje extra doen. Omdat hier aan de zijkant zitten nog allemaal blauwe vlekken.
Maar ja, dat wilde ik dus misschien vandaag doen. Maar daar ben ik dus toch niet aan toegekomen. Mijn broertje is vandaag jarig. Dus over ongeveer een half uur komen vrienden van hem. Dus ik kan dat nu ook niet meer doen. Dus misschien dat ik dat morgen ga doen. En ik moet morgen ook een balletfilmpje opnemen. Want zo, het is echt heel fel licht. Ja, we moeten dus... We hebben geen tentamen online. Maar we moeten filmpjes gaan maken. Omdat we volgend jaar in twee niveaus worden verdeeld. Dus daarom moeten we filmpjes maken van balletoefeningen. En dat heb ik een beetje uitgesteld tot morgen. En nu ga ik gewoon nog eventjes op de bank dingetjes zingen. Zo jongens, wat een dag. Een goede dag wel. Ik werd wakker en ik heb eerst balletoefeningen gedaan. En dat moest ik filmen en opsturen, dus dat heb ik gedaan. Daarna heb ik de hele middag een meeting gehad voor het zomerproject die ik ga doen met wat vrienden. Daarna heb ik even met Judith gefacetimed. En nu zit ik lekker op de bank YouTube video's te kijken. Dus dit was wel een oké dagje. Ik ben nu een video aan het kijken van Diana van Die is voor Dessel. Deze video kijk dan herken ik het gewoon heel erg wat ze zegt. Ze heeft dus even een kleine pauze genomen een tijdje. En dat had ik zelf ook al wel gezien, want ik volg haar video's altijd. Maar ze zegt ook van ja, mijn inspiratie en alles is gewoon opgeraakt. En door heel de situatie met de quarantaine wist ze gewoon niet zo goed meer wat ze wilde doen. En ze zegt ook van ja, is eigenlijk heel stom. Want dit, YouTube video's maken, dat kan je letterlijk doen in alle omstandigheden. Wij zijn juist de mensen die nu, ondanks dat we thuis zitten, eigenlijk gewoon video's kunnen blijven maken. En ons werk kunnen blijven doen. Maar ja, ik herken het gewoon heel erg. Want ik dacht echt, toen deze quarantaine begon, dacht ik, oh, dan kan ik echt superveel YouTube-video's gaan maken. Maar mijn inspiratie, dat stopt gewoon letterlijk bij weekvlogs. Ik wil echt veel meer voor jullie doen, maar ik weet het gewoon zelf even niet. Ik weet soms ook even niet meer wat mensen of wat mijn volgers nou leuk vinden. Ik weet niet meer wat ik zelf echt leuk vind om te maken. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Kijk, het weekvloggen, dat vind ik echt superleuk om te doen. Ook daarbij heb ik zo soms mijn twijfels dat ik denk, is het wel interessant? Is het wel leuk? Vinden mensen het nog wel leuk om naar me te kijken? Ik ben ook de laatste tijd heel veel volgers verloren op Instagram, maar ook op YouTube. Ik kan doen alsof het me niks boeit, maar tuurlijk boeit het me wel wat. Want je, het is gewoon echt wel even keihard om te zien dat ik ooit 21.000 volgers had op Instagram en dat het er nu 19.000 zijn. Hetzelfde op YouTube. Ik had bijna 50.000 en ik ben nu weer terug bij 45.000. En kijk, het aantal volgers maakt mij op zich niet zoveel uit, want ik heb gewoon een hele leuke groep van kijkers. Soms is het wel lastig, want ik doe zo mijn best. En ik doe zo mijn best om elke week te uploaden. En om wel gewoon leuke content te geven. En als je dan letterlijk gewoon alles achteruit ziet gaan, dan is dat best wel demotiverend af en toe. En vraag ik me ook wel eens af van ja, hoe zorg ik er nou voor dat mensen wel naar me willen kijken? En dat ik wel weer meer abonnees krijg en wel weer meer volgers. En ja, dat is lastig. Ik werd eventjes gestoord door mijn broertje die naar beneden kwam. Dus vandaar dat ik even stopte. Ja, ik weet niet. Ik heb heel lang getwijfeld of ik hierover wilde beginnen. Op mijn social media, op YouTube of Instagram of whatever. Want ik vraag me gewoon echt oprecht af hoe ik in zo'n aanzienlijk korte tijd zoveel volgers ben verloren. Kijk, het is echt niet raar als je een keertje, weet ik veel, 20 volgers verliest. Maar ik zie het gewoon alleen maar naar beneden blijven gaan. En dan ga je je wel echt bij jezelf afvragen of je het nog wel goed doet. En of je überhaupt nog zin heeft om zoveel moeite te doen. En als ik wel heel veel moeite stop in een video, wordt het vaak ook eigenlijk minder goed bekeken dan mijn weekvlogs. En dat is soms best frustrerend, kan ik jullie vertellen. Ik heb daar nooit heel erg. Ik ben me daar nooit echt bewust van geweest. En ik ben daar nooit echt mee bezig geweest. Ik maakte altijd gewoon video's. En het boeide me eigenlijk niet hoe hard ik groeide. Of weet ik het wat. Want ik ben het wel gewend dat mijn kanaal niet enorme pieken heeft, zeg maar. Maar het is wel gewoon echt rot als je merkt dat je gewoon heel veel volgers aan het verliezen bent. En dat werkt voor mij wel heel demotiverend. Want dan weet ik gewoon af en toe even niet meer waar ik het nou precies voor doe. Ook al is dat heel stom, I know. Want er zijn ook superveel van jullie die wel altijd naar mijn video's kijken. En daar word ik ook echt super blij van. Daar doe ik het ook echt nog voor. En ook voor mezelf hoor. Ook omdat ik het zelf heel leuk vind. Maar ook gewoon omdat ik weet dat er wel ook een groep mensen is die wel heel graag naar mijn video's kijkt. Ja, ik weet niet. Ik wil het gewoon even openleggen. Ik werd gewoon even geïnspireerd door de video van Diana. En ik herkende het gewoon heel erg. Ik heb wel een hele leuke video gepland. Maar die komt echt pas over een aantal weken, omdat ik moet wachten op een bestelling. En daar ben ik heel excited voor. Maar ja, dat duurt nog wel even. Nou, dat was eventjes mijn
mijn onzekere momentje die ik even met jullie wilde delen. Hey mensen, ben ik weer. Oké. Het is vandaag zaterdag en het is 2:00 PM. En ik heb vandaag eventjes een struggle momentje weer gehad over wat ik gisteren geloof ik in de weekvlog al een beetje had verteld. Over dus het feit dat ik niet zo goed meer weet wat voor video's ik wil maken en zo. En ik had dus vandaag bedacht van ik ga weer een persoonlijke Q&A opnemen. Dus ja, gewoon iets waarmee ik al jullie persoonlijke vragen kan beantwoorden. En toen had ik dus op Instagram gezet van nou, ik wil graag een persoonlijke Q&A doen. Vraag wat je wil vragen. En toen kwamen er weer heel veel vragen. Echt heel veel vragen over mijn opleiding. Over audities doen. Over heel veel dingen wat met musical te maken heeft. Ik besefte me opeens dat ik echt een beeld heb gezet van ik ben Pamela, ik doe musical. En dat is alles waar ik over vertel op mijn kanaal. Musical is een heel groot deel van mijn leven, dat weten jullie. Ik bedoel, ik doe een opleiding ervoor. Ik ben daar heel veel mee bezig in mijn leven. Oké, I'm back. Ik weet totaal niet meer waar ik ben geëindigd. Nou, ik heb dus even mijn struggles gedeeld met wat vrienden ook. Dat ik gewoon niet zo goed meer weet wat voor soort video's ik wil maken. En dat ik het idee heb dat mensen een bepaald beeld van mij hebben dat ik alleen maar musical doe. En dat dat mijn leven is. En dat is niet zo. Hoe geweldig ik het ook vind dat ik dit doe. Het frustreert gewoon echt als je zeg maar zo'n vraag stelt op Instagram. En je letterlijk alleen maar vragen krijgt over musical. Terwijl je vraagt om een persoonlijke Q&A en dan denk ik, ja maar dat is toch niet persoonlijk. Ik begrijp het. Ik begrijp dat mensen dat aan mij vragen. Want ik denk dat ik gewoon heel erg zo'n beeld heb opgebouwd van dat is waar ik voor op YouTube ben. Of waar ik voor ben op social media. Alleen maar om te laten zien wat musical is en wat je daarmee moet. Ik irriteer me er zo aan dat mijn moeder en mijn broertje nu weer zo hard aan het praten zijn. Zo kan ik toch niet vloggen jongens. Lang verhaal kort. Het komt er nu op neer dat ik voor mezelf heb besloten dat ik vanaf nu dingen ga maken wat ik wil maken. En niet wat andere mensen van mij verwachten dat ik maak. Hoe is het mogelijk dat elke keer als ik stop met vloggen, ze stil zijn? En als ik begin met vloggen, ze gaan praten? Oh, wat irritant. En ik weet niet eens hoe hard jullie het horen. Ik ga er gewoon doorheen lullen. Ik ga gewoon de camera even ietsje dichterbij zetten, zodat jullie waarschijnlijk alleen maar mij horen en niet mijn moeder en mijn broertje. Goed, in ieder geval heb ik dus besloten dat ik vanaf nu video's ga maken die ik wil maken, waar ik blij van word. En dat ik ook wat meer dingen ga uitproberen. Ondanks het feit dat het misschien niet werkt, dat het misschien niet aanslaat, dat mensen het misschien toch niet zo leuk vinden. Maar ik hou mezelf nu zo tegen. Ik maak geen video's omdat ik gewoon niet... Oh my god. Ik geef het even op. Ik ga mijn YouTube-ideetjes opschrijven. Nou, het is eindelijk rustig. Ik ga helemaal stuk. Hoe chaotisch was het vlogstukje net? Maar goed, ik weet niet meer wat ik erover wil zeggen. Maar ik hoop dat ik mijn punt een soort van duidelijk heb gemaakt. In ieder geval heb ik dus nu in een boekje ideeën opgeschreven van wat ik wil doen op YouTube. En ik hoop dat ik dat ook echt ga doen. Dat is wel de bedoeling. Ik zit er misschien aan te denken om vandaag al één video op te nemen. Ja, we gaan even kijken. Ik moet gewoon even weer gaan ontdekken wat ik nou leuk vind om te doen aan YouTube. En ik moet gewoon weer even ontdekken wat ik nou leuk vind aan YouTube. En waar mijn passie erin ligt. En ik ben veel te veel bezig geweest met meningen van anderen. Nadenken over wat mijn volgers willen zien. In plaats van dat ik denk, wat wil ik maken? Ja, ik word er gewoon niet blij van als ik nu naar mijn kanaal kijk. En mijn weekvlogs blijf ik doen. Dat beloof ik jullie wel, want dat vind ik nog steeds een van de leukste dingen om te doen. Maar ik wil er gewoon ook iets bij doen. En niet alleen maar weekvlogs. Dat was even mijn open gesprekje met jullie. Ik ga weer even YouTube verder kijken. En daarna ga ik nog even wat doen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En vandaag is de tweede keer in deze, weet ik veel, 3 maanden tijd. Hoe lang zitten we al thuis? Geen idee. Maar het is weer voor het eerst dat ik vandaag een vriendin ga zien. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Kim komt hierheen. Zij zit bij mij op school in het 4e jaar. Dus bijna niet meer bij mij op school. Maar... En we wonen zeg maar niet zo heel erg ver van elkaar af. Het is iets van maximaal een half uurtje rijden, denk ik. Maar op zich wel semi-dichtbij. Zij komt zo meteen hierheen en daar heb ik heel veel zin in. Gewoon even gezellig weer even iemand om me heen. Want ik ben het een beetje zat dat ik zeg maar niemand van mijn vrienden zie. Dus ik ben heel blij dat zij komt en ga gewoon lekker in de tuin chillen. Het is mooi weer vandaag, dus gewoon een beetje zonnen. Misschien even naar het parkje lopen. We vermaken ons wel.
genoeg bij te praten. Want we hebben elkaar al heel lang niet gezien. Dus dat is top. We hebben lekker ijsje gehaald. Genieten. En we zitten lekker bij het water. Ik ga het even laten zien. Wat top. Je hebt nog steeds chocola op je gezicht, hè? Heerlijk. Geniet gewoon eens vol tuigen. Mijn gezicht ook mee. Doe je. Zet maar weer mijn car in. Verbrande kut? Kreeft? Verbrande kut. Ik ga hier gewoon lekker als een verbrande kut uit. Ga nou. Ik ben dus verbrand. Ik ben ze er nu allemaal in. Heb je het ook laten zien? Nog een keer. Hallo allemaal. Ga nou maar weg. Waarom is het weer? Ik wilde dit doen en dat zo. Hey, in Noorderveen. Nou, ga maar lekker VT wonen kijken. Ik ben verbrand. Nou. Auf Wiedersehen, ik bedoel. Auf Wiedersehen. Goedenavond. Het is heel laat, dus ik kan niet meer zo hard praten. Maar ik heb vandaag echt een mega leuke dag gehad. Echt super gezellig. Het was echt heel fijn om weer eventjes met een vriendin te kunnen zijn. En lekker over dingen te kunnen kletsen. Dus ja, dat was echt heel erg fijn. En we hebben de hele dag lekker in de zon gezeten en ijsje gehaald. En het was gewoon echt een hele lekkere dag. En ja, daar ben ik echt heel blij mee. Maar goed, het is nu laat. En ik ga nu lekker slapen. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!